Well, die paraplu in weg, ja. Ja, dat is dan direct dus, dus het is niet aan het toestaan, hoor. Ja, dat goed in de blubber zitten, ja. Ja, dat maakt er achterin wees dan, Janneke? Voorin onder de stoel. Voorin, zegt Janneke. Voorin onder de stoel. Onder de stoel. Ja, maar. Proberen om even het spul van de baan af te schuiven.
Ja, dat wil niet. Jan, die kon niet komen. Ik heb pas komen dat spul een beetje los is. Dus vandaar. Ja, ik heb nog niks. Eerst? Ja, zeker. De eerste serie zal iedereen er even mee moeten doen. Ik denk dat de tweede serie ook zo wel beter wordt. En misschien aan het einde van de dag nog wel. Dat is anders, met handen drukken in de bocht. Wat is wat, denk ik. De eerste serie zou ik daar helemaal niet zo streng op kijken. We moeten niet zo wezen dat je daar nou direct gebruik van gaan maken. Maar het zal dus in het begin wel een beetje nat zijn. Dus wat dat betreft zal het ook een beetje moeilijk worden. De rechte lijn starten vandaag. Ik ga daar een beetje meer op controleren dan je vandaag. En ik heb vorige week op vislicht geweest. Het is de hele middag huilen met de pedal geweest. De start liggen gaan op groen en direct binnen de eerste 5 meters. Er zijn er al een aantal mannen die denken dat ze in een vuikje moeten op een of andere manier. Wat heel veel schade tot gevolg heeft. Ik wil gewoon graag zien dat iedereen een rechte lijn houdt. En dat hoeft helemaal niet tot de bocht aan toe. Maar toch wel tot de helft, drie kwart van de rechte studie. En je zult er zelf maar een keer tussen zitten en ervoor praten. We beginnen met de meter, dan gaan we naar de tweede klasse 1600, Redde Eeuw, vrije standaard, Spartaar. En dat nummer 306, hè? Wij hebben 2600, Redde Eeuw, vrije standaard, Okay,
Nee, dan kunnen we weer verder. Met de volgende groep, standaardklasse. Je moet er eerst rollen. Je moet er echt iets aan het koren. Ik denk alleen maar naar die vrienden terug. Heb je die paard gezien? Daar. Ik wil het even op. En de volgende groep is ook alweer. Onder standaardklasse. Volgens mij krijgen we dan nog een groep en dan weer de stokhuis. Zullen we eens even kijken hoe en wat deze man ons gaat brengen. Het is Eeuwen Heekstra die daar de koppositie in handen heeft. Dan volgens mij Jan Middema. En een coureur die ik niet echt goed ken. Dennis Mensinga volgens mij de 527. Mensen vier komen eraan. Even kijken wie profiteert het beste van. Het is toch Eeuwen Heekstra. Dan Dennis Mensinga. Jan Middema. Frans van Rijgen. Dirk Wiskos. Perro Venema. Kirke Sosma. Louis Lico en Mensen Lico. Alle de Vries. Van der Wal en de vijfde, sorry, ik heb even een hik, 43, dat is Jan de Haan, die lag daar als een van de laatste. Maar het is nog steeds Eeuwen Heekstra, dan Jan Minema en dan Frans van Rijzen. Dat zijn de eerste drie die daar op dit moment zo rijden. Daar komen ze weer aan, oh Jan Minema, hij gaat een greppel in, nee, hij komt er toch nog weer uit. Eeuwen Heekstra, 1, Frans van Rijzen 2, Dirk Wisman 3. Dan Jan Minema, Dirk Bosma en Benno Venema. Mensen Lieklema, de 532 volgens mij. Jawel, dan Aron de Vries, dan Louis Lieklema. 593, André van der Wal. 527, Dennis Mensinga. En daar hebben we de koplopers alweer. Eeuwen Heekstra. Eeuwen Heekstra en Frans van Rijzen en Jan Minema. Naar de 585. Dan Benno Venema 526. Mensen Liekema 532. 505. Awe de Vries. 504. Louis Liekema. 593. André van der Wal. Van der Wal bedoel ik. En daar komt Dirk Wisman nog aan als een van de achterblijvers. Oei, daar ging meneer Van Rijzen bijna op zijn dakje. Eeuwen Heekstra. Laatste ronde voor Eeuwen Heekstra. En Jan Minema en Sietke Kosma. Frans van Rijzen die verstuurde in deze niet helemaal in orde heeft. Hij zal niet meer eerst net de met de koplopers mee kunnen strijden. Het is Eeuwen Heekstra, dan Jan Minema en dan Sietke Kosma. Laatste ronde zijn we bezig. Dan Sietke Kosma nog een laatste poging wagen om er voorbij te komen. Nee, het is en het blijft. Eeuwen Heekstra op 1, Jan Minema op 2 en 585 Sietke Kosma op een 3. Ja, plekje 3, 3 op de 100,
549. Dan de Rode Rietstraat en daar links op links worden. Lekker van. Dit is op hier is 522. Ook over de finish. Albert Kikkenmaar, 515 over de finish. 592. En de vijfers, ook over de finish. Over de vijfers, over de finish. Tot daar. Kut om naar wacht, nee. Thank you.
daar, dat weet je nooit, hè? Zeg het maar, lang hoor. Of eerst, dat hoort die morgen, man. Dat heb ik lang jaar, dan. Ja, dat komt dat wat lang hoor, dan. Hij was nog wel lang te houden. Hij had het nog wel mooi, Dirk. Maar hij had nog nooit zo'n jongen. Ik had dat zo op die kant gehad. Maar dat ging helemaal naar de kant. Dat ging helemaal naar de kant. Nee, maar hij had nog nooit zo'n jongen. Ja, het ding is. Dat kan je net horen. Ja, maar dat kan je hier niet horen. Of de andere was die baas eronder. Of de versnelling maken in het land. Dat ding was super deel. Ja, dat is helemaal niet. Dat ding was super deel. Hij meent alles van strand. Yeah.
Hij is van direct weer op. Ja. Die momenteel stilstaan, maar die niet stilstaan, die leven nummer 20.
naar de stokkerklasse. Yeah.
in deze standaard rodeo klasse. Dan nog een derde mars, dan hebben we pauze en dan hebben we een speciale verrassing voor u. Dus even niet met z'n allen naar de wc's rennen, even ophouden. Want we hebben nog een speciale verrassing voor u in deze pauze die pak een beetje over 10 minuten plaatsvindt. Nou, we wachten even tot de baan vrij is. Er liggen nog twee auto's in de sloot, die worden even vakkundig uitgetakeld. En dan komen we zo bij even tot zo en we krijgen weer muziekje van Radio Volta. Alles wat je doet, dat brengt mij het zonnetje. Zeg maar niets, kijk mij alleen maar aan. Dan weet ik dat je blijft staan. Thank you.